Welkom bij jullie 3 maanden reading op het gebied van liefde. We gaan kijken welke boodschappen er voor jullie uit mogen komen. Ik heb de orakelkaarten, de tarotdeks, voorgeschud op jullie energie. Daar kwamen nogal wat boodschappen al naar voren. Het kan zijn dat je nog met iemand in je hoofd zit. Of nog onbewust of bewust of op iemand aan het wachten bent. Maar dit kan iemand zijn die van alles aan de hand heeft in zijn privéleven, in zijn leven buiten jullie connectie. Waardoor er een blokkade is of deze persoon je inderdaad niet kan geven wat je wil. De boodschap was ook wacht niet op mij met het Lover's Oracle. En Release Your Ex, die zullen we dadelijk zien bij de Romans Angels. Inderdaad, op het moment dat je loslaat, zie ik dat er iets nieuws binnen gaat komen. Dus voor jullie kan het zo zijn dat er iemand nieuw in je leven gaat komen, nieuwe liefde binnen de komende 3 maanden. En dat was heel sterk in energie. Verschillende azen kwamen naar voren en ook de kaart nieuwe liefde. Maagd, en dit is voor iedereen die maagd in zijn zon, maan of ascendant heeft of een andere plaatsing. En crosswatchers, jullie zijn ook welkom. We gaan meteen beginnen en we hebben hier inderdaad onder op het dek Release Your Ex. De tijd is gekomen om je energie te zuiveren. Ook de kaart You Are Lovable. Je verdient liefde. En You Are Lovable kwam naar voren. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld maagd? Universum. Wat mogen we ontvangen voor het sterrenbeeld maagd op het gebied van liefde voor de komende 3 maanden? Sterrenbeeld maagd. Wat kan maagd verwachten op het gebied van liefde? Wat zijn de boodschappen? Wat is de energie? Voor het sterrenbeeld maagd. 3 kaarten. Ja, dank u wel. Ja, soulmate. Ja, dit is jouw soulmate. Geef je relatie een kans. Werk aan dit partnerschap. Nog 1 kaart, universum. Voor het sterrenbeeld maagd. En dat zijn er 2. Honeymoon. Ja, dit is natuurlijk een huwelijksreis. Het kan ook met vakantieperiode te maken hebben. Geniet van het geluk samen. Geniet van de tijd samen. Dus je gaat tijd doorbrengen met deze nieuwe persoon, heb ik het gevoel. En dan vertrouwen. Deze situatie vraagt van jou om vertrouwen te hebben. Dus kijk hoe dat resoneert. Onder op het dek hebben we Love yourself first. Dus hou in de eerste plaats van jezelf. Jezelf respect maakt je meer romantisch, aantrekkelijk. En daaronder ligt de kaart onbeantwoorde liefde. Er is niet genoeg aantrekking of chemie om deze relatie zich verder te laten ontwikkelen. En ik heb het gevoel dat dat te maken heeft met iemand waar je nog steeds aan denkt. Iemand die, waar je op dit moment aan denkt. En die op dit moment in je hoofd zit. Dus de maagd voor wie deze reading is, weet over wie dit gaat. We hebben een spiegel, elkaar spiegelen, zelfimago, relaties die onze wonden reflecteren. En ook een kaart van introspectie. Dus die spiegel naar jezelf keren. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor het sterrenbeeld maagd. En ik zag een scheiding. Meerdere kaarten die te maken hebben met een scheiding. De relatie is voorbij. We hebben een cassette. Outdated thinking, dus achterhaalde denkpatronen, ergens aan gewend zijn, het steeds maar weer herhalen in je hoofd van bepaalde gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden. Mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld maagd? Een date. Maagd. Iemand nieuw ontmoeten. Daten, weer openstaan voor liefde en het plannen van een date. Dus dat kan in de komende 3 maanden gaan gebeuren. Je kunt gaan daten met iemand. Iemand beter leren kennen. Tijd gaan doorbrengen. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld maagd? En dit is iemand die wel de tijd en energie in een relatie kan stoppen. Zag ik met de kaarten die naar voren kwamen. We hebben liefde. Onvoorwaardelijke liefde, zelfliefde, je één voelen met iemand, passie, affectie en aantrekkingskracht. En dan hebben we weer een kaart die gaat over soulmates, een zielsconnectie, een partnerschap, een overeenkomst en een zielscontract. En onder op het dek hebben we een verlovingsring. Verloving, partnerschap, toewijding, oneindigheid, iets wat compleet wordt. Verliefd worden, zie ik eronder. Kusjes.
Dus dat belooft wat maakt voor de komende 3 maanden. Lovers Oracle. Je bent zo anders als iedereen om mij heen. En dat kan ook jouw energie zijn. Je kunt iemand aantrekken die anders is als je normale type. Maar dit kan ook de energie zijn van een persoon waar je op dit moment aan denkt. Iemand vindt je anders dan alle anderen om hem of haar heen. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld maagd voor de komende 3 maanden op het gebied van liefde? Sterrenbeeld maagd. Wat zijn de boodschappen van maagd op het gebied van liefde? I am stuck in visions of us together. Dus ik zit vast in visies over ons samen. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Dus de passie die ik voel is overweldigend. En ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. En dan hebben we de kaart. They have hurt me. Ze hebben mij pijn gedaan. Wat moeten we nog meer ontvangen? Ik heb het gevoel dat ze hebben mij pijn gedaan. Het kan te maken hebben met iemand die bepaalde blokkades heeft. Dingen heeft meegemaakt. Waardoor een relatie op dit moment deze persoon niet kan geven in een relatie. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Versterren dat maakt voor de komende 3 maanden. Het kan ook zo zijn dat de persoon aan wie je denkt, of waarop je wacht, nog in een relatie zit. Waarom kan ik je niet de waarheid vertellen? Why can't I tell you the truth? Wat nog meer? Vermaagd. Boodschap vermaagd. Sex with you. Oeh. Dus die passie is inderdaad heel erg sterk. Iemand denkt aan seks met je. Wat nog meer? Van sterrenbeeld maagd, universum. Sterrenbeeld maagd. Voor de komende 3 maanden. Nog 2 kaarten, nog 2 boodschappen voor maagd. Waarom kan ik jou niet loslaten? Why can't I move on from you? En dit is ook jouw energie, heb ik het gevoel. Kijk, dit is iemand die je niets kan beloven. I can't promise you anything. Iemand waarbij je geen zekerheid hebt. En ik wil anders zijn, ligt eronder op het dek. Het is me allemaal te veel. Ik wil anders zijn. We gaan de tarotkaarten erbij nemen, jullie eigen energie. Dus dat betekent wel dat je in je kracht gaat staan. Dit is een hele wijze persoonlijkheid, de kluizenaar, maakt energie. Iemand die zich terugdenkt of terugtrekt. Om over dingen na te denken, te reflecteren, na te denken, innerlijk licht schijnen. Het kan iemand zijn die door een periode van healing gaat en zich daardoor terugtrekt. Het kan zijn dat er op dit moment geen contact is tussen jullie, maar deze persoon jou in de gaten houdt of andersom. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor het sterrenbeeld maakt, wat is de boodschap? Wat zijn de inzichten? Wat is de energie voor de komende 3 maanden als het gaat om liefde? Wat kan maakt verwachten voor de komende 3 maanden in liefde? Heldere, duidelijke boodschappen voor het sterrenbeeld maagd. Sowieso komt er een boodschap. Er komt een boodschap, een telefoontje, een bericht. We hebben de staven 9. Dus maagd, het kan zijn dat je je uitgeput voelt door een bepaalde situatie. Of iemand niet helemaal vertrouwt. Je hebt je muur omhoog met de staven 9. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld maagd? Voor de komende 3 maanden, universum. Komende 3 maanden wordt sterrenbeeld maagd. Komende 3 maanden, de dwaas. Ja, en die kwam ook tijdens het voorschudden naar voren. Maagd, je kunt te maken hebben met een ram of met een vis. Iemand met het sterrenbeeld vissen of met het sterrenbeeld ram. Dit is ramenergie, de dwaas. En dit heeft alles te maken met een nieuwe start. Maar je twijfelt misschien wat. Je vindt het moeilijk om iets los te laten. Die staven 9 is ook vol blijven houden, vast blijven houden. De gewonde strijder die niet opgeeft. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor sterrenbeeld maagd. Universum, voor de komende 3 maanden voor sterrenbeeld maagd. Nog 1 kaart voor het sterrenbeeld maagd. En ik zie de
keizer onder op dek liggen. Weer een ramenergie. Sterrenbeeld maagd universum. Wat is de boodschap voor het sterrenbeeld maagd? Dit is iemand die echt geobsedeerd door je kan zijn. Maar ook als het gaat over seks wat we hier hebben. Iemand die echt een grote verleiding is. Voor jou ziet als een grote verleiding. We hebben die aas van staven. Dat staat voor een hele passioneel nieuw begin. Iets wat je aangereikt wordt. Tijdens het voorschudden zag ik de aas van pentakels en de kelkenaas. Dus het staat voor emoties. Het staat voor liefde. Maar het staat ook voor iets wat voor de lange termijn is. We hebben hier die aas van staven met de duivel samen. Dus dit kan te maken hebben met een persoon waar je aan denkt. Iemand uit het verleden. Een ex kan het zijn. Aas van staven. Iets wat tijdelijk is geweest. Die aas van staven kan ook staan voor een one night stand. Of een hele gepassioneerde relatie. Zeker met die duivel. Wat obsessie zoals ik zei. Of inderdaad verleiding. Extreme staat het voor. Kijk, en daar is die. De keizer onder op het dek. My way or the highway. Met die keizerenergie. Maar ook iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. Een vaderfiguur. Dus je kunt te maken hebben met iemand die kinderen heeft. Een vaderfiguur is. Iemand die in zijn kracht staat. Iemand die gerespecteerd wordt. Wellicht een baan heeft waarbij belangrijke beslissingen genomen worden. Iemand die door zijn omgeving ook gerespecteerd wordt met die keizer. Kijk, en onder op het dek hebben we hier vissenenergie met de hoge priesteres. En nog meer vissenenergie met de gehangene. En die hoge priesteres, het geeft aan, maakt vertrouw je op jezelf. Maar dit is ook weer iemand die zich naar binnen keert, zich terugtrekt. Iemand die heel mysterieus kan overkomen. Het kan ook iemand zijn die bepaalde geheimen heeft. We hadden hier, waarom kan ik je niet de waarheid vertellen? Dus ik heb het gevoel dat de persoon waar je aan denkt wellicht ook geheimen met zich meedraagt. En de situatie tussen jullie is stak. Gaat niet vooruit. Staat stil met die gehangenen. Ik heb ook het gevoel dat in deze komende 3 maanden dat je inderdaad het besef gaat krijgen. Want met die kaart van reflectie, de kluizenaar en de gehangene. Dit is ook iemand die zijn tijd neemt om te reflecteren. Zich in zichzelf keert, vertrouwt op zijn intuïtie. Er komt een bepaalde ingeving van het is nu tijd in mijn leven om actie te ondernemen. En als ik een stabiele relatie wil, dan moet er verandering zijn. En dan zal ik iets achter moeten laten. En dit is iets waar je misschien al langere tijd op hebt gewacht. Ik zie je dus inderdaad weglopen van iets en een andere richting uitgaan. Waarom ligt hier de keizer? Maar dit kan wel iemand zijn die op de een of andere manier aan je vast wil blijven houden. Waarom ligt hier de keizer, universum? Steenbok-energie met de duivel. Waarom ligt hier de keizer? Voor maagd, de keizer. Schildknaap van kelken. Ja, dat is een boodschap. Het kan een soort van excuus zijn met die schildknaap van kelken. Maar dus ook zelf die controle terugnemen over je leven. Iets loslaten. En nieuwe stappen zetten in een nieuwe richting. De nieuwe persoon waar je mee te maken krijgt, kan ook die ram-energie zijn. Echt iemand die beschermend is. Iemand met een gerespecteerde functie. Dat kan iemand zijn die in het leger werkt of bij de politie of ergens waar uniform gedragen wordt. Waarom ligt hier de keizer? Of iemand die belangrijke beslissingen neemt. Het kan zijn iemand met een eigen bedrijf maakt. Het kan iemand zijn die wat ouder is als je. Dus kijk met wie dit kan resoneren. Waarom hebben we hier de keizer, universum? Er komt in ieder geval communicatie. Van deze keizer. En met de schildknaap van kelken is dat hele open, liefdevolle communicatie. De start van iets nieuws. Iets liefdevols. Waarom ligt hier de keizer? Iemand probeert je aandacht te krijgen met de staven 6. En de staven 6 is ook weer een kaart van verder gaan. En dan is er inderdaad, als je besluit om iets af te sluiten, er is een bepaalde jaloezie.
Maar er is ook een kaart van, ik zie de zwaarde 7 hieronder op het dek. Dus er kan wat oneerlijkheid zijn vanuit een bepaalde persoon. Iemand kan stiekem zijn of iemand kan jou ervan beschuldigen dat je ja, iets achter de rug om doet. Want ik zie ook wat conflict, maar ook competitie. Maar dit is een kaart van succes. Ja, ik zie de zonkaart. En dit is weer shinen, bevrijding, nieuw begin. Het kan te maken hebben met kinderen. Ja, voor sommige van jullie maagd ben je op zoek naar iemand om een stabiele relatie mee op te bouwen. Iemand waar je kinderen mee kunt krijgen. En dat is iets wat de persoon waar je op dit moment misschien nog aan vastzit of nog aan denkt of nog op wacht, je niet kan bieden, heb ik het gevoel. De zonkaart. Oeh, en kijk. Onder die zonkaart hebben we weer die duivel. Blokkades. Iets wat controle heeft of verleiding. Verleiding. En het heeft er misschien te maken met iemand die ja heel erg ja, spannend, opwindend. Waarom ligt hier die staven 9? Maar ook iemand die je misschien niet helemaal kunt vertrouwen. Waarom ligt hier die staven 9? Pentakels 2. Ja, die twijfel. Afwegen, balans proberen te vinden. En het kost je heel veel moeite om die balans te proberen te behouden in een bepaalde connectie. Want met de pentakels 2, dit is normaliter iemand die goed de balans weet te houden. Iemand die alles heel luchtig bekijkt, het niet te zwaar neemt. Maar dan onder die staven 9, dit is echt iemand die uitgeput is. Iemand die al heel veel heeft meegemaakt, het allemaal niet vertrouwt, het gevoel heeft constant alert te moeten zijn. Iemand die zijn muur omhoog heeft, blijft vasthouden ondanks alles. Waarom ligt hier de staven 9? Staven 9. Je kunt ook te maken hebben met iemand die zich wat in een soort van slachtofferrol plaatst. Maar iemand die geen keuze kan maken. Waarom ligt hier de staven 9? De staven 9. Staven 3. Iemand die zijn opties ook openhoudt wellicht. Dit is iemand die wacht. En dit is ook jouw energie. Je bent aan het wachten ergens op. Wachten tot dat succes binnenkomt. Wachten tot dat de overwinning binnenkomt. Totdat deze persoon eindelijk klaar is om zich te binden. Maar je kunt te maken hebben met iemand die zich niet kan vastleggen. Iemand die in en uit is. Iemand die heel veel reist. Het kan iemand zijn die zich nu momenteel van jou op afstand bevindt. Er is fysiek afstand, heb ik het gevoel, tussen jou en deze persoon. En dit is dan degene die je al kent. Maar ik zie jou nadenken en inderdaad tot een besef komen. Je bent na aan het denken over de toekomst, over de lange termijn. En je gaat het ook loslaten. Het kost tijd, maar je gaat met die ridder van staven volle vaart vooruit. Dat is die vurige, gepassioneerde, avontuurlijke energie. Waarom ligt hier de dwaas? Universum. En de dwaas is echt een nieuwe start. Waarom ligt hier de dwaas? Pentakels 4. Van een energie van vasthouden. Inderdaad loslaten en een nieuwe start. Openstaan voor iets nieuws. Weer optimistisch zijn. Iemand kan niet geven. Iemand kan niet geven in een connectie. Waarom ligt hier de dwaas? En dat zorgt ervoor dat jij een beslissing gaat maken. Ja, dit is iets wat stress veroorzaakt. Ik heb ook het gevoel dat je persoon, zoals ik al zei, privé met allerlei dingen te maken heeft. En ook aangeeft van, dit is op dit moment niet mogelijk. Wacht niet op mij. Er zijn dingen die niet in balans zijn in het leven van de persoon waar je aan denkt. Degene een ex of degene waar je al een band mee hebt. En jij voelt heel goed aan dat het tijd is
voor iets nieuws. Waarom ligt hier die aas van staven? Waarom ligt hier de aas van staven? De kelken 3 samenkomen. Het kan zijn dat je deze persoon ergens gaat tegenkomen waar je met vrienden of familie naartoe gaat. Het kan zijn dat er een boodschap komt om te praten. Of om elkaar ergens te ontmoeten in een vriendschappelijke setting. En we hebben de leeuwkaart krachtenergie. Ik heb ook het gevoel dat er een nieuwe persoon op je pad gaat komen op het moment dat je inderdaad ergens met vrienden, vriendinnen aan het genieten bent, iets vieren. Het kan zijn dat er ook voor jullie aankondigingen gaan komen binnen de familie of binnen de vriendenkring. Dat er iemand gaat verloven of iemand is zwanger of iemand gaat trouwen. En het kan ook zo zijn dat er daar een nieuwe persoon op je pad gaat komen. Maar we hebben die duivel. Er kan ook iemand zijn, dus deze persoon uit het verleden die maar blijft vasthouden, waar jij op de een of andere manier ook aan vasthoudt, die je gaat uitnodigen. Die zijn moed bij elkaar aan het rapen is om het gesprek aan te gaan, je uit te nodigen. Waarom ligt er die duivel? En dit is iemand die echt verlangt naar je. Waarom ligt hier die duivel? De maan. Oeh. De duivel kan ook staan voor toxische relaties, toxische energie, extreme heeft het mee te maken, controle, verleidingen, ongezonde gewoontes, verslavingen. Kan iemand zijn met ongezonde gewoontes, verslavingen, iets waar eerst overheen gekomen moet worden, iemand met een bepaalde levensstijl. We hebben de maan. En de maan is, het is niet alles is wat het lijkt. Er zijn dingen verborgen, dingen die je niet ziet. Er zijn ook bepaalde angsten met de maan onder de duivel. Bindingsangst wellicht. Want die ridder van staven is iemand die zich niet kan vastleggen. En waarom ligt hier de duivel? Waarom ligt hier de duivel? Pentakels 3. Ja, er wordt iets verborgen gehouden. Pentakels 3. En dat zijn er 3, dat zijn er geen 2. Het kan met werk te maken hebben ook. Iemand die voor zijn werk veel reist of veel verschillende mensen ontmoet. En we hebben de kelken 8. Ik heb het gevoel dat je echt een besef hebt dat dit geen gezonde relatie is en dat je daarvan gaat terugtrekken. Er zijn te veel dingen die niet helder zijn, niet zeker zijn. En je wil een relatie waarbij er sprake is van waardering, dat wederzijdse respect, samen iets opbouwen met de Pentakels 3, teamwork makes the dream work. Maar dat is allemaal onduidelijk. Er ligt een hele hoop onzekerheid bij. Waarom ligt hier de kelken 3? De kelken 3. Gerechtigheid. Gerechtigheid. Kaart van karma, kaart van gelijkwaardigheid, assertief zijn, keuzes maken, knopen doorhakken. En dit heeft ook met partnerschappen, relaties te maken. Waarom ligt hier de krachtkaart? En ik heb het gevoel, die krachtkaart onder de aas van staven met de duivel, dit kan ook je eigen verleiding zijn om je steeds weer te laten, ik wil niet zeggen inpalmen. Voor iedereen is het een andere relatie om steeds maar meer toch toe te geven aan een bepaalde verleiding. Maar ik zie dat je sterk genoeg bent maakt om dat te weerstaan. Omdat je inderdaad beseft, het is constant
iets wat tijdelijk is, maar het leidt niet tot een stabiele relatie. Waarom ligt hier de krachtkaart? Dus je gaat diplomatiek zijn. Ja, je gaat het juiste doen, want je wil die toewijding. Je wil een stabiele relatie. Dit is een kaart van het huwelijk. Voor sommigen van jullie, ja, is dat wat je wil? Een huwelijk met iemand, een gezin stichten. Dit is iemand die heel traditioneel is, stierenergie. En dit kan ook je persoon zijn die in een huwelijk of in een relatie zit, waardoor er geen sprake is van een gelijkwaardig geven en nemen. De persoon die op je pad gaat komen, kan ook die hoge priester energie zijn, kan een stier zijn. Het kan iemand zijn die anders is, iemand met een andere achtergrond, iemand met een andere cultuur of een andere religie. Maar dit is wel iemand die wil geven in de connectie. Die zijn tijd erin wil stoppen. Ja, dit is iemand die je tegen kan komen als je ergens iets aan het vieren bent. Of op stap bent. Of je ergens een drankje gaat doen. Waterman energie zie ik hier. Waarom ligt hier de gerechtigheid, universum? Keuzes met de geliefde kaart. En ja, soulmate twin flame energie met deze geliefde kaart. Ja, en ik zie nu de kelken 8. De keuze is om een situatie die je niet gelukkig maakt achter te laten. Iemand gaat een keuze maken. En die keuze kan betrekking hebben op een koning van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. Iemand die gezorgd heeft voor teleurstelling. Pijn, verdriet. Dit kan ook een nieuwe persoon zijn. Dus we hebben heel sterk ram, schorpioen, kreeft, vissen, stier. Vissen heel sterk, nogmaals vissen. Tweelingenergie. En weegschaal. En steenbok. Dus dat zijn jullie boodschappen, maagd. En ik hoop dat je er wat voor jezelf hebt kunnen uithalen. Ik wens jullie een hele mooie 3 maanden toe. Heel veel liefde en licht. En tot de volgende reading weer. Dag!